Mark Mirjavix en ik zijn een voorstelling aan het maken voor Mug met de Gouden Tante, groep waar ik bij hoor. Een theatervoorstelling over twee Tilburgse zussen, middelbare vrouwen, die een kaartmiddag hebben, die elke week kaarten. En terwijl ze aan het kaarten zijn, hebben ze het over het leven, over de kinderen, over de dood. En het is een beetje geïnspireerd op de levens van onze tantes en buurvrouwen waar wij vroeger woonden in Tilburg. In september komt er dus de Bende van Oz een film en ik zit in Geen Probleem. Dat is een serie van Theo Maas en Wim Helsen en Stefan van Brabant. Het is een hele mooie serie, denk ik. 6 afleveringen voor de VPRO. Het begint geloof ik 8 september. En daarna in november zit ik in Lijn 32. Dat is een mooie nieuwe serie van de KRO-NCV. Geregisseerd door Maarten Treurniet. En dat is een hele grote serie met heel veel personages. En ik ben een van de hoofdpersonages. Hoe vind je het om zeg maar meerdere dingen te doen naast film? Dat vind ik leuk. Want eigenlijk ik voel mezelf een toneelacteur die af en toe filmt. Omdat toneel is mijn basis en ik heb een eigen theatergroep. Dus dat komt voor. Als ik dan tijd over heb, doe ik film. Maar ik krijg zulke leuke aanbiedingen eigenlijk dat ik de meeste dingen niet kan doen. Dus ik ben heel blij dat ik wel Lijn 32 en Geen Probleem kon doen. Wat vind je eigenlijk leuk? Nou ja, het is een beetje cliché wat alle acteurs zeggen. De afwisseling is het leukst. Als ik een tournee heb gehad, dan heb ik het eigenlijk wel weer gehad met toneel. En dan vind ik het heel leuk om te filmen. Omdat je daar ben je vooral verantwoordelijk voor je eigen rol. En maar je wordt goed verzorgd. Bij toneel is het gewoon veel meer sappelen en veel reizen en zo. Het is zwaarder eigenlijk. Ik zou niet kunnen kiezen. Ik kies niet, want ik hoef niet te kiezen. Ja, toneel is natuurlijk, dan heb je meteen de reactie van het publiek. Dus dat is op zich, als om te doen, vaak leuker. Omdat je dan op een avond, op de avond zelf begin je met spelen en je maakt een spanningsboog en dan is het afgelopen. En je voelt meteen hoe het overkomt. En bij film is het een beetje afwachten. Ik zag gisteren de perspremière van persviewing van de Bende van Oz. Ja, ik heb die rol gespeeld, maar dan zie je pas wat daarmee gedaan wordt. En soms denk ik, als ik dingen zie waar ik in gespeeld heb bij film, van dat had ik zo moeten doen als ik geweten had dat ze het zo zouden gebruiken. Maar aan de andere kant is dat ook heel leuk, want een regisseur kan je ook veel beter maken in een film. Want de slechte stuk kunnen ze er ook weer uitknippen, dus dat is vaak ook wel erg leuk, moet ik zeggen. Maar als je echt zou moeten kiezen? Dan denk ik dat ik nu nog een paar jaar toneel zou doen. Omdat ik nu nog fysiek wel wat goed kan. Maar dat ik zeg maar als ik wat nog ouder word. Dat ik misschien meer zou filmen. Omdat het makkelijker is. En het verdient meer. En ik vind het lekker om veel te reizen. Dus dan kan ik beter film doen, zeg maar.